Dag dames en heren, dit is Hallo met vanavond. Hij komt gewoon uit Nunspeet, maar heeft in Duitsland een miljoenen publiek. Martijn Stoffers. De Arnhemse cabaretier Hester Makrande vecht zich terug op het grote podium. En wat heeft regisseur Martijn van Nellestein uit Ede toch met Sinterklaas? De Arnhemse cabaretière Hester Makrande. Ze was een tijdje uit het theater, maar ze is weer helemaal terug. Haar nieuwste avondvullende show Het Bloed Kruipt is begin deze maand begonnen. Maar we beginnen met Martijn Stoffers uit Nunspeet. Wie zult u vragen? Nou, Martijn die hier in Nederland net niet de live shows haalde van X-Factor, maar die in Duitsland echt letterlijk niet meer over straat kan. In Duitsland is hij echt heel erg hot en maakt hij zijn droom waar. Kijk maar eens even. Take a ride. My dream, 'cause today is a perfect day. It's just us and the endless sky above. Maya, 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 Maya. Come on, it's a perfect day. Together we can fly away. We're gonna dance under the moonlight. Wir haben getanzt und dann wuff wieder da durch. Ich glaube, dass das Video wird richtig lang. Ja, ik, ja, mijn bed eigenlijk een beetje. Ik kom 's ochtends mijn bed uit en ik doe een beetje zo mijn handen doorheen, een beetje hairspray. En dit is de out-of-bed look. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar, het is echt. Is het een beetje haarspray, Hester? Ja, het is best van veel haarspray. Best wel veel. Moet natuurlijk wel goed blijven zitten. Ja. Het is wel een beetje, volgens mij is dat ook wel een beetje een handelsmerk van je, of niet? Ja, klopt. Ik heb het echt al een poosje. En het was me begin een beetje bevallen, want ik heb niet dat ik me schaam voor mijn voorhoofd of zo. Nee, het was gewoon het zitten en ja. Ook op podium, als je natuurlijk zo aan het dansen bent, moet er wel een beetje vastzitten. Ja. En het zweet ruikt dan zo stiekem weg. Ja, dat zie je niet zo. Dus dat is wel handig. En jouw fans willen natuurlijk het inmiddels wel eigenlijk niet, ook een, niet een soort handdoek die het zweet opvangt. Ja, dat Yamatami maar eens. Hè? Want wat is dat voor popgroep? Nou, Yamatami is eigenlijk een soort van nieuwe tienerband. En die leuke, vrolijke muziek maakt. En ik moet eigenlijk zeggen, ik word er zelf ook altijd nog een beetje vrolijk van als ik die nummers voor de 1000ste keer hoor. En eigenlijk een soort van nieuwe chips, zoals wij in Nederland hebben gekend. Die ook eigenlijk meer populair in Duitsland was. En ja, dat is een beetje een nieuwe happening daar. Ja, dat doet het dus goed in Duitsland, want hoe kom jij daar verzeild? Ja, dat is een beetje lang verhaal, even kort zeggen. Doe maar kort, ja. Het was zo, ik zat bij een modellenbureau in Duitsland. En dat bureau dat had ook een groot artiestenbureau. En die kwam opeens met een belletje. Hey Martijn, ik hoorde dat je op de Film Actor Academy zat. En dat je ook musical afspelen doen. Dus musical opleiding hebt gedaan. Ik was helemaal verduisterd. Ja, af en toe van die vakje gewoon gepakt nog een keer. Maar of ik zin had in een nieuwe band te gaan. Naar Keulen wou komen. Nou, toen dacht ik van ja, ik kan het altijd wel proberen. En toen kreeg ik te horen dat het niet alleen ging om een band. Nee, we kregen een eigen serie erbij bij Super RTL. Een platencontract en een eigen zomertour. En toen dacht ik van... Dit klinkt wel erg goed. Dus RTL, Super RTL in Duitsland, maakt die band gewoon. Dit hele project, je wordt gewoon gekocht eigenlijk om... Ja, want jullie zingen, maar er is ook een soort real life soap voor jullie. Volgens mij van maandag tot vrijdag of zo op de televisie. Dus mensen kunnen jullie ook... En jullie hebben pas een hele tour gemaakt door Duitsland. Ja. En volgens mij zijn jullie dus echt ook razend populair, hè? Ja, het was, ik had het zelf niet helemaal zo verwacht. Het was voor mij ook iets heftiger uiteindelijk hoe het was gelopen. En het is, je denkt gewoon zo'n serie, oh leuk. Maar dat kijken die mensen en vooral zo'n zender waar veel kinderen ook kijken. En dan word je een soort van helemaal gemaakt door de tv-zender. Ja. En dat was ook een van de redenen dat ik dacht van, als ik zo'n serie doe, ja, dan word je veel makkelijker in één keer op de op het... Nu denk je waarschijnlijk, nou, mag een beetje minder of is het gewoon... Wat maak jij mee aan gekkigheid? Ja, gekkigheid zijn natuurlijk fans, zijn echt superleuke fans hebben we. Het zijn wel af en toe extreme fans bij die jou een tattoo... Een fan heeft een tattoo van mij, zo van Matt neergezet. Mensen die sterren kopen voor ons. We hebben een keer een ster uit de hemel gekregen, die heet nu Yamatami.
Dat meen je niet. Ja, echt heel grappig. Komen ze met een certificaat, alsjeblieft. Grote foto's die ze uitprinten. En een, ik heb een keer een brief gekregen van 39 meter. Ja, en dat, heb jij dat wel eens meegemaakt, Esther? Een brief van 39 meter? Oh, heel vaak. Ja, ja, dat is wekelijkse kosten. Ja. Je weet toch niet waar je in belandt? Dan zijn ze in Duitsland anders als fans zijnde? Want zijn ze gekker? Ik denk misschien een klein beetje. Ja. Ook dat ze je vasthouden en dan niet meer loslaten. En dat heb ik nog niet echt gehad. En dan... Een Duitser aan je hand zo. Nou nee, echt zo omarmd, weet je wel. En dan 2 dagen later, ja, ik ruik je nog steeds. Ik ga me niet meer wassen. Geweldig. Maar... En dat zijn dan jonge meiden? Ja, ja. Namelijk dat je veel van die liefdesverklaringen krijgt. Van die en jonge jongetjes ook? Nou, minder. Die zijn dan meer fan. Die willen dan zoals Matt zijn. Oh, die willen jou zijn? Ja, ja. Is dat iets voor Sinterklaas om Duitsland te veroveren? Dat zit jij natuurlijk ook wel op. Ja, je hebt Sinterklaas natuurlijk eigenlijk overal wel. Want heel veel landen in Europa. We hebben wel een variant op Sinterklaas. Heb je in Zwitserland komt hij op een ezel uit de bosjes rond 5 december. Ja, dat hebben we ooit een keer daar gehoord toen we daar aan het filmen waren. En zo heb je eigenlijk wel heel veel landen die eigenlijk wel een bepaalde Sinterklaas-traditie hebben. Maar iedereen net een tikje anders. Ja, oké. Okay, ja, ja. Mooi toch. Ja. Is dit voor jou eindstation of wil je nog verder? Eindstation eigenlijk. Wat zou je graag willen? Nou, ik moet zeggen, ik ben er heel blij dat ik nu kan doen wat ik leuk vind. Ja. Het zingen, het dansen en het acteren. Ik heb sowieso gezegd, ik wil nog eigenlijk mijn eigen muziek ook straks gaan maken. Mijn eigen albumpje een keer doen, als dat mogelijk is. We kijken eerst hoe het verder loopt met het hele verhaal. Ik wil sowieso nog met mijn acteren verder. Een serie of een film, heb ik gezegd, dat ik ook nog op mijn naam wil hebben. Nou, en... achter jou zit jouw familie. Heeft hij al een huis voor jullie gekocht? In Keulen of zo? Nou, hij heeft een appartement in Keulen waar hij zelfs woont, waar ik af en toe eens een keer uitgenodigd word. Niet te vaak, want dan zie ik wat daar allemaal gebeurt. Wil je ook niet helemaal meemaken, hè? Nee, overigens hangen daar allemaal camera's, dus dat is ook niet zo interessant. Ah, ja. Ben je trots op hem? Ja, uiteraard. Ik heb hem eigenlijk de hele zomer meegemaakt met zijn bus. En ja, ik heb inderdaad gezien hoe gek de fans kunnen zijn. Ja. Dat is eng ook om te zien? Ja, dat is on-Nederlands. Ja. Dat is Duits, hè? Ja. Nou, zo zijn ze, die Duitsers. Heel warm. Volgens mij ben je tijdelijk even in Nunspeet. Probeer poot aan de grond in Nederland te krijgen. Volgens mij gaan we hier ook vallen voor jouw haar. Absoluut. Zou leuk zijn. Twan. Draait hij nog, de ijsmachine? Ik ben jaloers op zijn haar, zeg maar.